Nederland en de NAVO. De oorlog in Oekraïne is jou ongetwijfeld niet ontgaan. En bij het maken van deze video allang geen nieuws meer. In die context heb je de NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, vast vaak voorbij horen komen. Terwijl Oekraïne geen lid is van het bondgenootschap en de NAVO geen speler binnen het conflict. Hoe zit dat? Hoog tijd om uit te leggen wat de NAVO doet, waar de organisatie voor bedoeld is en bovendien welke rol wij als Koninklijke Marine daarin vervullen. ...24 februari 2022. Rusland valt Oekraïne binnen. Omdat Oekraïne geen lid is van de NAVO, kunnen zij dan ook geen beroep doen op het befaamde artikel 5. Namelijk, an armed attack against one or more of them shall be considered an attack against them all. Oftewel, val één lidstaat aan en je krijgt de hele NAVO over je heen. Het is frustrerend voor de mensen in Oekraïne. Maar als wij als NAVO-land besluiten hulptroepen te sturen, vechten we actief mee. En is de kans groot dat het conflict gigantisch escaleert. Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, что наш ответ на встречные удары. Alleen 5 directe buurlanden van de Oekraïne, namelijk Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Slowakije en Polen, zijn wel lid van de NAVO. En die maken zich met Russische troepen langs de grens grote zorgen dat ook zij worden aangevallen. En die zorgen worden door hun NAVO-bondgenoten gedeeld. Dus, wat kan en doet de NAVO dan wel in conflict situaties als deze? En wat is de Nederlandse bijdrage? Door de toegenomen zorg over de agressieve acties van Rusland verstevigt de NAVO haar verdediging aan de oostelijke en noordelijke grenzen van het bondgenootschap. En dus stuurt Nederland, net als andere bondgenoten, extra militairen en materieel naar de NAVO-landen in Oost-Europa. We stuurden F-35 jachtvliegtuigen ter bewaking van het luchtruim boven Polen en Bulgarije, maar ook luchtafweergeschut naar Slowakije. Verder doen we met de landmacht mee aan de Enhanced Forward Presence, een grote multinationale NAVO-troepenmacht in Litouwen en Roemenië. En zijn onze marineschepen nooit ver weg. Dit schip, de 7 provinciën, vertrekt naar het noorden van Noorwegen om daar mee te doen aan een oefening. Maar als het nodig is, dan kan het ook oorlogshandelingen uitvoeren. Zijne Majesteit de 7 provinciën sluit aan bij een van de snelst inzetbare vlootverbanden van de flitsmacht van de NAVO. Samen met andere snel inzetbare eenheden kan deze reactiemacht binnen 5 tot 30 dagen optreden als er een crisissituatie ontstaat. Bijvoorbeeld als er een lidstaat wordt aangevallen. De reactiemacht bestaat al sinds 2006, maar is pas op 25 februari 2022, een dag na de inval van Rusland in Oekraïne, voor het eerst geactiveerd. Deze multinationale samenwerking bestaat uit duizenden militairen die onder andere worden ondersteund door de Nederlandse luchtmacht, speciale eenheden en door ons vanuit de marine. Naast ons luchtverdedigings- en commandofregat stellen wij ook in 2022 een mijnenjager, onderzeeboot en een amfibisch transportschip met landingsvaartuigen en helikopters ter beschikking. De boodschap van de NAVO-landen richting Rusland is helder. Wij vallen niet aan, maar staan klaar om ons grondgebied te verdedigen mocht dat nodig zijn. Met volle overtuiging laat de NAVO zich zien en neemt het weer die klassieke afschrikkende taak op zich. Weer die klassieke afschrikkende taak? Je hoorde me goed. Kracht uitstralen en afschrikken is de voornaamste reden waarom de NAVO überhaupt ooit in het leven is geroepen. En om dat goed te begrijpen, gaan we terug naar 1945. Nederland is bevrijd. De Tweede Wereldoorlog loopt na 6 jaar tot een einde. Westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en Groot-Brittannië, vochten samen met de Sovjet-Unie succesvol tegen Nazi-Duitsland. Maar ook al deelden de Westerse landen en de Sovjet-Unie deze overwinning, het bracht ze niet dichter bij elkaar. Figuurlijk dan, wel letterlijk. Het communistische oostelijke machtsblok, de Sovjet-Unie dus, grensde na de chaos van de Tweede Wereldoorlog namelijk direct aan de kapitalistische West-Europese landen. En dat was spannend. De twee machtsblokken stonden ideologisch ver uit elkaar. Ze vertrouwden elkaar niet en waren bang dat de tegenstander zou uitbreiden. De Koude Oorlog was een feit. Om het oostelijke machtsblok tegenwicht te bieden, sluiten de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Noorwegen, België, Denemarken, Luxemburg, Italië, IJsland, Frankrijk, Canada en Nederland een vredesverdrag, resulterend in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de NAVO dus.
met als belangrijkste taak verdediging en afschrikking. Onze marine had na de Tweede Wereldoorlog een grote vloot opgebouwd. We deden mee aan veel oefeningen en maakten deel uit van vlootverbanden die in het hoogste geweldspectrum konden worden ingezet. Hetzelfde geldt voor onze mariniers. De NAVO vormde een goed georganiseerde gezamenlijke troepenmacht die in het geval van oorlogsdreiging sterk en gezamenlijk op kan treden. Alleen, wat als er geen oorlog meer dreigt? Met grote machtsconflicten zoals tijdens de Koude Oorlog of rondom de oorlog in Oekraïne is het nut van een bondgenootschap goed zichtbaar, de rol van de NAVO duidelijk en is er veel draagvlak voor de organisatie. Logisch. Maar wat als de klassieke grote vijand geweken lijkt? Wat dan? Richting het einde van de Koude Oorlog in de jaren 90 is het aantal Nederlandse marineschepen meer dan gehalveerd. Van ongeveer 130 schepen in 1956 naar circa 30 in 2022. Nou is daar niet alles mee gezegd, maar net als in Nederland werd er door bijna alle NAVO-landen flink bezuinigd op defensie. Geef ze ongelijk, zou je denken, want wat heeft de NAVO voor nut als het er hier zo vredig aan toe gaat? Nou, heb je even. Allereerst moeten we helaas vaststellen dat vrede niet vanzelfsprekend is. Dat ons veilige leven in Nederland niet betekent dat we ons nooit meer hoeven te verdedigen en gevaar ook helemaal geweken is. Als NAVO-lid moeten we altijd stand-by staan en ook kunnen bijspringen als andere NAVO-landen worden aangevallen. Dit begon al in de nasleep van de Koude Oorlog, toen er veel onrust aan de grenzen van het NAVO-grondgebied was. Hieruit ontstonden NAVO-missies rondom Bosnië, Kroatië en Kosovo, waar wij onze marineschepen, onderzeeboten en mariniers voor hebben ingezet. Of denk aan de eerste keer dat artikel 5 in werking trad. 9/11/2001. Toen de terroristische aanslag op onze bondgenoot de Verenigde Staten plaatsvond. Die aanval werd gezien als een attack against them all, waardoor wij met vloot en mariniers jarenlang in de ingewikkelde War on Terror betrokken zijn geweest. More than 35 countries are giving crucial support. Maar, hoe tegenstrijdig dit ook klinkt voor een militair bondgenootschap, het liefst gebruiken we zo min mogelijk militaire middelen. Vandaar dat de NAVO ook proactief samenwerkingsverbanden opzet met niet-lidstaten. Om zoveel mogelijk militaire conflicten te voorkomen. Wist je dat zelfs Rusland een periode succesvol deelnam aan het Partnership for Peace Program? Om maar even een opvallend voorbeeld te noemen. De NAVO-landen houden met elkaar het luchtruim veilig, beveiligen de vrije doorvaart op zee door antipiraterijmissies en letten extra op wateren waar we belangrijke grondstoffen winnen of waar onze internetkabels op de zeebodem liggen. We oefenen jaarlijks met onze bondgenoten en hebben een vaste rol in grote, permanente NAVO-vlootverbanden, waarin we samen wereldwijd patrouilleren, trainen en klaarstaan om onszelf te verdedigen. En die noodzakelijk natuurlijk. De NAVO heeft dus altijd een taak. Het waarborgen van de veiligheid van Nederland en ons bondgenootschappelijk grond- of zeegebied. Juist ook als het hier voorspoedig gaat. Want wat soms ver weg lijkt, is van grote invloed op ons dagelijks leven. Vergeet niet dat we nog altijd sterk afhankelijk zijn van de Vrije Zee. Die moeten we samen beschermen. Omdat we als verschillende krijgsmachten steeds meer dezelfde munitie, militaire taal, communicatie en procedures gaan gebruiken, wordt die samenwerking ook steeds effectiever. Het feit dat er meer lidstaten willen aansluiten. We have to really think through what is best for Sweden and our security and our peace. Maakt onze positie ook steeds sterker. Er valt duidelijk nog veel meer te vertellen, maar hopelijk snap je nu wat de NAVO is. Wat wij als Nederland bijdragen en waarom deze organisatie er ook toe doet in vredestijd. Mocht er nog iets zijn dat je altijd al had willen weten over de marine of de NAVO, laat het dan horen in de reacties. En abonneer je ook even op ons YouTube-kanaal, dan hoef je niks te missen. Tot de volgende!